als je hier naar buiten kijkt, zoals, dan kun je op die speelplaats kijken. En als je er verderop liep, door, had je de grote poort. In de documentaire Asterdorp, het einde van de wereld, blikken oud-bewoners terug op hun tijd in het dorp. Het programma De Straten bezocht met de makers van de docu de plek die ooit diende als heropvoedingskamp. Hier werden vanaf 1927 ongeveer mensen gehuisvest door de gemeente die in de ogen van de ambtenaren niet netjes genoeg waren om in Tuindorp Ozaan te wonen of Florendorp of in een gewone huurwoning. In de 132 huisjes die het dorp telde woonden de zogenaamde ontoelaatbaren. Er was een opzichter die van tijd tot tijd kwam controleren of mensen zichzelf wel verzorgden, hun bed opmaakten en hun huizen schoonhielden. Dit alles met het doel ze tot modelburgers te kneden. Het was van verheffing, werd het stigmatisering. Mm-hmm. En ik denk dat je dan mislukt het. Ja. Want dan plaats je mensen namelijk buiten de normale maatschappij, als je ze dat stempel geeft. Ja, we hebben een heel armoedige tijd gehad hoor, maar en toch zijn we doorheen gekomen. Toch zijn we er doorheen gekomen. Maar wat voor dingen gaat u nou uit met uw broers? We zijn al een paar keer op politiebureau geweest. Maar ja, dat is kindertijd, hè. Maar wat deed u dan? Jetten. In de winkels. Het leefde wel bij oude Amsterdammers. Mijn eigen moeder had het ook. Als je dan zei Asserdorp, ja, dat wisten ze wel. Dat was voor die vieze mensen. Daar werd mee gedreigd. Hè? Als je ergens anders woonde, werd er wel eens gedreigd. Als je niet gedraagt, ga je naar Asserdorp. Oh, God. De documentaire Asterdorp, het einde van de wereld, is morgen en overmorgen te zien bij AT5. Het voorproefje in De Straten van Amsterdam is nu al te zien op at5.nl.